Welkom bij een nieuwe aflevering van Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag gaan we erachter komen aan wie Merel van Dongen onze Wie heb ik aan de lijnlijn gegeven heeft. We gaan het hebben over de vierde speelronde in de Eredivisie. En we voegen een nieuwe nominatie toe aan de Leukste Club Award. Lucienne Rijgaard, Frank Wielaert en Anne Bagerat, dat zijn mijn gasten. Wij gaan beginnen. Hele goedemorgen allemaal. We zitten weer met z'n vieren in de studio en dat vind ik wel heel gezellig. Als eerste wil ik even gezegd hebben, ik klink een beetje verkouden. Dat klopt, dat ben ik namelijk ook, maar ik ben negatief getest op corona. We houden een beetje afstand in de studio, dus dan moet het allemaal goed komen hier. Dat gezegd hebbende, dan ga ik naar mijn gasten. De eerste hebben wij vorig jaar ook een aantal keer hier in de studio gehad. Hij is weer terug, commentator van de NOS en vorige week een hele leuke nominatie toegevoegd aan de Leukste Club Award, namelijk Frank Wielaert. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoeveel reacties heb je gehad? Heel veel. Echt heel veel. Met name natuurlijk vanuit onze eigen club. Toen dat eenmaal ging cirkelen. Dat duurde een weekje voordat het bij onze club beland was. Het zit ook in het oosten, hè, dus het duurt even voordat we daar zijn. Ja. Dus, maar toen het er eenmaal was, toen werd ik echt bedolven onder de reacties van... Oh, wat leuk dat je dat gedaan hebt. En de meiden van de kledingcommissie echt helemaal enthousiast dat ik hun... moeite helemaal benoemd heb. En iedereen was heel enthousiast. Dus dat gaat heel goed. En ik heb begrepen dat jij afgelopen weekend langs de zijlijn hebt gestaan voor een primeur in de vrouwenvoetballerij, toch? Want er ging iemand ineens weer meedoen vanuit de Wielaert-familie. Oh, mijn vrouw heeft gevoetbald, ja. Ja, hoe is dat gegaan? Dat ging best goed, eigenlijk. Ja, ze is wel. Ze had heel erg last van de hamstring op voorhand al. Maar ze speelt in de veteranencompetitie, dus 7-7 op vrijdagavond. En dat deed ze voor het eerst. En dus ze begon al met last van de hamstring. En aan het einde van de avond had ze heel erg last van de hamstring. Ja. En de volgende dag heel erg spierpijn ook. Dus het duurt alweer even dat ze hersteld is. Oké, okay, dus de komende maand. Ze vond het heel leuk, dus ze blijft het lekker doen. Ja. En je hebt even gemasseerd, even de kuitjes en zo. Geprobeerd, ja. Maar ik mocht niet overal aankomen ineens. Dat deed allemaal zeer. Ja, maar goed dat ze het gedaan heeft, de veteranencompetitie. Mocht je het willen zien elke vrijdag? In Lochem. Zeker, ja. Zeker. Het was best druk langs de lijn. Dus, gezellig. Er kunnen nog meer gezellige mensen bij. Ja, zeker. Superleuk, Frank. Nogmaals welkom dat je er bent. Dan de tweede gast. Ja, vorig seizoen schoof ze ook al een keertje aan. En ik hoop dat ze dit seizoen misschien wel iets vaker bij ons wil aanschuiven. Oudspeelster van ADO, Ajax en West Ham United. En tegenwoordig werkzaam in het bestuur van ADO Den Haag. Ja. Welkom, Lucienne Rijgaard. Dank je wel. Ja, vorig seizoen zei jij van, nou, ik hoop dat er een hele competitie komt. Dat we niet meer gaan spelen in de play-offs. En dat is gelukt. Het is gelukt. Ja, er is geluisterd. Gelukkig. Ja, nee, ik ben er heel blij mee. Ja. Ja, heb je echt een vreugdedansje gemaakt toen het definitief werd? Nou, ik was wel heel blij mee, ja. Ik vind het jammer dat ik het zelf niet heb meegemaakt als speelster. Maar ik denk dat het goed is voor de competitie. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja. Nou, super dat je er bent in ieder geval. Dankjewel. En dan de laatste. Ja, ze speelde eerder bij FC Twente, maar tegenwoordig is ze te bewonderen in Rotterdam bij Excelsior. Vorig jaar had jij de Wie heb ik aan de lijnlijn, maar dit seizoen ben je gewoon in levende lijf hier in de studio. Welkom, Anne Bagerat. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, jullie waren afgelopen weekend vrij met Excelsior. Ja. Ben je dan iemand die dan ook de hele tijd al die wedstrijden gaat kijken? Ik heb livestream van Ajax aangezet en ik heb gisteren PSV Twente gekeken. Dus toch nog wel met voetbal bezig dan? Ja, toch nog wel een beetje de concurrentie in de gaten houden. Heel goed. Ja, voordat wij gaan praten over de uitslagen en over de stand momenteel in de Eredivisie, wilde ik eigenlijk nog een nieuwtje aanstippen. Want het viel mij op. Op de Instagram van VV Alkmaar hebben zij aangekondigd dat zij komen met een G-team. En dat zal het eerste G-team in het vrouwen-eredivisie voetbal zijn. Het nog samen te stellen team zal op regelmatige basis bij elkaar komen om te trainen met de voetbalsters van VV Alkmaar. En ook gaan zij de wedstrijden in het voorprogramma van de Eredivisie thuiswedstrijden van VV Alkmaar spelen. Ja, en zo proeven ze eigenlijk een beetje aan de ervaringen van een profvoetbalster. En dat vond ik zo'n leuk nieuwtje. Ik weet niet, hoe denken jullie over dit? Ja, superleuk initiatief. Ja? Ja, vind ik geweldig. Ja. Ja, ik vond het echt opmerkelijk en echt leuk, Frank. G-voetbal is echt waanzinnig leuk. Ik speel regelmatig met allerlei teams wedstrijden tegen G-voetbalteams. En dat is eigenlijk het allerleukste dat er is. Het enthousiasme ook wat er dan
speelt. Ja, vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk dat ze het doen. Ik ook. En jullie gaan dan misschien met Excelsior, als jullie tegen VV Alkmaar zijn, moeten spelen. Kunnen jullie even kijken naar het G-team? Ik ga zeker even kijken. Ja, toch? Alleen maar leuk. Alleen maar leuk. Vond ik even een leuk nieuwtje om aan te stippen. Maar dan is het nu toch echt wel tijd om te gaan naar de uitslagen en de stand. De vierde speelronde in de Eredivisie is gespeeld. En de uitslagen die waren als volgt. PEC ADO werd 3-0. Ajax won nipt van Heerenveen met 2-1. Feyenoord die pakt de allereerste 3 punten in de clubhistorie. Zij wonnen met 1-2 van VV Alkmaar. En de topper PSV Twente eindigde in 2-1 voor PSV. Dan hebben we de volgende stand. De koploper is PEC met 9 punten. PSV en Ajax staan daaronder met 7 punten. Maar PSV heeft wel 1 wedstrijd minder gespeeld. Op de 4e plaats staat Twente met 6 punten. Feyenoord staat 5e met 5 punten. Heerenveen staat 6e met 4 punten. VV Alkmaar staat 7e met 3 punten. Den Haag 8e, 2 punten. Onderaan staat Excelsior met 1 punt. Frank, laten we beginnen met Feyenoord. Want iedere keer breken ze weer historie op historie. Want ja, ze hebben gewoon voor het eerst gewonnen. Ja, dat is niet heel gek, toch? Dat ze historie op historie maken. Als je maar net vond begint, het leuk om te zeggen, om iedere week te benoemen. Voor het eerste punt pakken, voor het eerste doelpunt maken. Voor het eerst, ja, weet je, dat gaat heel snel. Binnenkort gaan ze voor het eerst tegen Ajax spelen. Dus dan is dat ook weer allemaal heel erg nieuw. Hartstikke leuk dat ze er zijn. En dat ze op deze manier de aandacht ook naar zich toe trekken. Dat hoort bij een club met zo'n grote naam. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Zeker. Ja, Anne, jij speelt in Rotterdam, je woont in Rotterdam. Is Feyenoord de club die jij misschien met een schuin oog het meeste in de gaten houdt? Als in de competitie? Ja. Gewoon, ik kijk naar alle clubs. En ik vind het leuk dat Feyenoord erbij is. Maar het is niet zozeer dat ik nou expres ga kijken naar Feyenoord of zo. Nee. Ja, Feyenoord kijkt wel veel naar Excelsior. Dat bedoel ik ook wordt een beetje. Wordt gezegd. Ja, ik heb geen idee. Ik voel me niet bij Feyenoord, dus daar kan ik niet over meepraten. Nee, maar het is leuk sowieso dat ze er zijn. Ik denk ook voor de omgeving in Rotterdam. Heb je daar iets van meegekregen? Nou, ik merk wel dat het heel erg leeft in de omgeving. Je ziet ook wel dat er veel fans zijn van Feyenoord bij ook uitwedstrijden nu. Dus dat is alleen maar leuk voor die meiden, toch? Zeker, ja, absoluut. Dan, Lucien, we moeten het even over ADO hebben, denk ik. Vorig seizoen, je gezicht betrekt ook gelijk. Vorig seizoen ADO nog in de kampioenspool. Een beetje de reuzendoder werden ze genoemd. En ja, dit seizoen nog niet 1 keer gewonnen. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Ja, ze hebben 2 keer, 2 keer gelijk gespeeld. Dus tegen Feyenoord en Ajax. Tegen Ajax goed gespeeld. Ik denk dat het een goede wedstrijd was. En ja, vrijdag, dan zie je toch dat er eigenlijk een killer, een afmaker wordt gemist. En zeker, ik bedoel, Zwolle doet het ook geweldig. Hè? Ze hebben een goede seizoenstart en ze beginnen ook die wedstrijd heel goed. Maar ADO krijgt in de eerste helft echt heel veel kansen. Ik bedoel, echt wel allemaal uit dezelfde hoek viel me op. Dus allemaal vanuit de rechterkant. En ze schieten allemaal op de keeper echt. En niks te nadenken, ik denk dat Pondus er heel goed stond en goed keepte. Maar rustig op dat moment blijven en een hoekje uitzoeken. We hebben goede aanvallende krachten, maar hij gaat er niet in. En dan zie je dat als hij aan de andere kant invalt, dan gaan ze er ook overheen. En dat doen ze heel goed. Ik bedoel, ADO zet druk vervolgens bij een 1-0. Maar je ziet dat zij met die ruimte heel goed omgaan. En zij krijgen meer ruimte en ze maken een fantastische vrije trap. Spelervatting, schiet ze prachtig erin. Maar de 3-0, dan is de ruimte er al te veel en dan is zo'n wedstrijd gewoon gespeeld. Wat is er aan de hand? Ja, misschien Nadine ook. Ik denk dat je een goede Nadine Noordam. Ik denk dat je goede terug hebt met Van de Westering. Goede speelster. Heel veel aanvallende impulsen. Maar ja, Nadine Noordam is toch wel iets. Ja, ik was benieuwd bij Ajax, maar daar doet ze het ook hartstikke goed. Dus ik vind het hartstikke leuk voor haar. Goed voor haar ontwikkeling. Maar misschien mis je die balans wel. We zijn nog heel erg zoekende, denk ik. Maar wat ik zeg, je hebt echt wel de kansen. Dus als je, dan speel je gewoon een hele andere wedstrijd. Als je die voor rust een goal maakt. En je hebt echt 3 grote kansen. Dus daar moet er gewoon minimaal één van in. Ja, dan speel je een hele andere wedstrijd. Ja, dus het is gewoon Sjaak trainen op afronden deze week. Ja. Toch? Ja, helemaal mee eens. Ja. En kijk, het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen. Maar goed, dan inderdaad zie je dat PEC het eigenlijk beter oppakt. Ja, en het is voor het vertrouwen. Weet je. Je speelt ook wel 2 wedstrijden. Net wat ik zeg tegen Feyenoord en Ajax. Oké. Tegen Alkmaar verlies je, heb je ook de grotere kansen. Dus moet je eigenlijk ook een goal maken. Bij Zwolle is dat hetzelfde geval. En nu, dan zag ik dat vertrouwen ook weg. Dus dat is zonde voor zo'n seizoenstart. Maar ik heb, dat komt sowieso goed. We gaan zeker punten pakken.
En het is een hele competitie nu, hè? Daarom. Dus er wordt niet meer in tweeën gedeeld, dus het kan nog. Het is helemaal perfect voor deze. Maar ja, weet je, het is goed voor het vertrouwen als je punten pakt. Zeker. En voor teambelang. Maar het is wel belangrijk dat we ze gaan pakken. Maar ja, tegen PSV wordt ook een lastige wedstrijd aankomende vrijdag. Maar we gaan het zien. Trainen, Sjaak. Gewoon trainen. Afronden. Ja, afronden. Ja. Afronden die afwerken, ja, precies. Ja. Frank, Ajax, die wint nipt eigenlijk maar van Heerenveen. Wat vond je van die wedstrijd? Wat ik ervan gezien heb, ik heb de samenvatting gezien. En wat ik eerder van Ajax gezien heb, ja, wat ik al jaren bij Ajax heb, ik ben niet zo onder de indruk eigenlijk. Ja. En dit jaar weer niet. Nee. En als ik dan kijk naar budgetten, naar spelers en naar mogelijkheden en naar eigenlijk moeten. Want dan zeg je ieder jaar, als je kijkt naar alles, dan moet Ajax kampioen worden. Ja. En het lukt niet. En dat vind ik ervan. Het lijkt een beetje als het een soort van zwaard van Damocles boven die groep te hangen de hele tijd. Ik denk dat er zit veel meer in. Talenten. Ik wil zitten. Heel veel talent. Dus. Ja, maar ze hebben natuurlijk een aantal jaren geleden zijn ze begonnen met eigenlijk alles wat talent had naar zich toe te trekken. Ja. Voor één en jong. En je ziet nu bij jong het ook weer helemaal leeglopen. Want daar hoopt iedereen dan op een kans in één. Maar je ziet nu ook bij één alles wat op de bank zit ook weer vertrekken. En ja, dan houdt het op een gegeven moment ergens kloppen er dan dingen niet. Want meiden willen dus niet blijven. Ja. Want krijg je geen kansen. En je ziet nu een Dijkstra bijvoorbeeld ook naar Twente gaan. Ja. Ja, die ziet Spitsen komen. Die ziet Noordam komen. Die denkt, daar gaan mijn kansen. Ja. Ik ben weg. En ze zit bij Twente. Ze wordt meteen geselecteerd voor het Nederlands elftal. Dat zal toeval zijn, maar je speelt wel. Ja. Dat scheelt natuurlijk. En even los van hoe ze voetballen en wat precies nou de bedoeling is. Je ziet dat ze de snelheid op de flanken zoeken. Maar verder herken ik heel weinig. Dus proberen druk te zetten. Soms lukt het, soms lukt het niet. Het lukt vaker niet dan wel. Dat is toch een probleem na al die jaren, denk ik. Ja, en dat doelpunt uiteindelijk. Ashley Bakker wordt ook wel Ashley Bakker Super Bakker genoemd bij Ajax. Ja. Ja, die tikte me dan nog wel goed in. Maar dat was, je had echt het gevoel van, hij zit erin. Ja, maar dat heb je dus steeds bij zich. Ja. De ellende is elke keer, want ze zijn misschien wel beter tegen Twente. Maar Twente gaat die wedstrijd gewoon in van we wachten. Hè, we zijn bezig met Champions League voetballen. Dus deze wedstrijd komt voor ons wat vroeg. En dan winnen ze hem ook nog. Ja, omdat Ajax dus die kans niet afmaakt. Nee, maar ook heel weinig creëert. En ook, precies. Vind ik dus ook dat is, weet je, als Ajax zijnde moet je wel gewoon 10 kansen in een wedstrijd kunnen krijgen. Ook tegen Twente, ook tegen PSV. Ja. En die krijgen ze gewoon. In de verste verte komen ze niet zo ver. Ja, we blijven het in de gaten houden. We blijven de druk op Ajax ook gewoon opvoeren. Ik vind dat het hoort bij die club. Die moeten ieder jaar kampioen worden eigenlijk. En als het zo lang achter elkaar niet lukt, dan is er structureel iets mis. Absoluut. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Dan gaan we nu naar het spannendste element in deze talkshow. Want we gaan er eindelijk achterkomen aan wie Merel van Dongen, onze Wie heb ik aan de lijnlijn gegeven heeft. Ze zou hem meegeven aan een oranje leeuwin. Maar ja, of dat ook gelukt is, daar gaan we nu achterkomen. Dus ik zou hem even gaan bellen. Ja. Hey! Hallo! Het is Nadine Noordam. Ja, dat klopt. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Volgens mij sta je al bij de toekomst. Ja, dat klopt. We moeten zo meteen trainen, dus ik ben al op de club. Dus we bellen echt net op tijd. Ja, net op tijd. Hey, maar dan moet je me even één ding uitleggen. Hoe ben jij aan deze telefoon gekomen? Ik heb hem gekregen van Stephanie, teamgenootje van ons. Ja. En die heeft hem, als het goed is, van Merel gekregen. Dus zo is hij via bij mij terechtgekomen. Kijk. Want Stephanie vond het iets te vroeg om de telefoon op te nemen? Ja, die vond het niks voor haar, dus die heeft het bij mij gegeven. Maar, weten we dat ook, maar dat jongens. Maar Nadine, we hebben het hier echt zojuist over jou gehad. Lucien Rijgaard zit hier. En die zei, ADO missen ze gewoon Nadine Noordam. Bij ADO. Ja. Ja, ze hebben nog een beetje een moeilijke start van het seizoen. Maar ze hebben genoeg kwaliteit in de ploeg, denk ik. Dus dat moet wel goed komen. Maar er zijn een aantal meiden die weggegaan die er lang hebben gespeeld. Dus dan is het wel eventjes lastig om op te vangen, denk ik.
Ja, ja, en dat is dus wel gebleken. Hoe zit jij momenteel bij Ajax? Want jij hebt de overstap gemaakt van ADO naar Ajax. Hoe heb je het daar? Ja, ja, het is echt... ik heb het onwijs naar mijn zin. En ik ben nu fulltime in dienst van Ajax. Dus ik kan me gewoon richten op de sport. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd al wel heb gewild. En ook merk ik dat ik nu stappen kan maken vooruit. Dus daar ben ik erg blij mee, ja. Ja, en je doet het ook goed daar. Ik bedoel, het is niet dat je denkt van... die speelt nooit, zeg maar. Ja, ja, ik had het... eigenlijk niet verwacht dat ik gelijk al zoveel zou spelen. Maar goed, ik ben er alleen maar blij mee. En het kan niet beter eigenlijk tot nu toe. Ja. Ja, afgelopen weekend wonnen jullie wel een nipt van Heerenveen. We hebben het hier zojuist een beetje over gehad. Dat het toch soms net allemaal niet helemaal nog lijkt te lukken. Hoe ervaren jullie dat zelf als ploeg zijnde? Ja, ik denk, het begon bij Twente. We speelden toen een hele goede wedstrijd. We waren de bovenliggende partij. En je scoort niet, je maakt de kansen niet af. Want ja, je hebt ze wel gecreëerd. En dan verlies je net aan met 1-0. Ja, en op een gegeven moment dan gaat het toch wel een beetje in de kopjes zitten. Maar wij maken ons geen zorgen. Want het spel wat we laten zien is goed. En we creëren de kansen. Dus op het moment... dat ze van net niet naar net wel gaan, dan komt het zeker goed, ja. Precies, en jullie hebben natuurlijk ook gewoon genoeg tijd om daar lekker op te trainen. Dat ga je zo meteen ook doen. Hoe gaat de rest van je dag eruit zien? Ja, we trainen vandaag 2 keer, dus we zijn de hele dag op de club vandaag. Dus 's ochtends op het veld en 's middags in het krachthonk. Dus lekker aan de bak vandaag. Ja, lekker, lekker. Ik heb altijd het idee dat het heel gezellig is in dat krachthonk. Klopt dat? Is dat een muziekje aan? Wie is daar de sfeerbepaler? Poeh, er zijn wel een aantal die de muziek aanzetten. Dus de ene keer de een, de andere keer de ander. Dus dat is ook wel leuk. We hebben een beetje verschillende soorten muziek. Dus dat is zeker gezellig. Wie is er vandaag aan de beurt? Poeh, Kelly? Goeie vraag. Is Kelly vandaag aan de beurt? Ja, Kelly zorgt altijd wel voor de sfeer. Ja, precies. Dus, ja, dat is nog steeds. Ja. Wat draait Kelly Zeeman dan? Kelly die heeft een beetje input van iedereen. Dus die heeft een playlist gemaakt. Dus dat is wel leuk. Wat voeg jij er dan aan toe, Nadine? Tot nu toe nog niet heel veel nummers aan toegevoegd. Maar ik hou wel een beetje van alles wat. Maar een Nederlandse meezinger, dat vind ik altijd wel leuk. Dus, dat komt vast wel goed. Lekker, lekker zingend het krachthonk in. Aankomend weekend dan is voor het eerst de topper... de klassieker Feyenoord-Ajax. Aan jou de taak, Nadine, om de telefoon door te geven aan iemand van Feyenoord. Doe dat dan niet aan Samantha van Diemen, want die zit volgende week in de studio. En daar hebben we al een gesprekje mee. Dus ik denk dat wel goed moet komen. Ja, dat komt wel goed. Toch? Ja, zeker. Heel veel succes vandaag daar met de 2 keer trainen. Ik wens je een super fijne dag. En dankjewel dat jij aan de lijn wilde komen. En de volgende keer, als die telefoon weer een keer in je handen komt, geef hem dan maar gewoon lekker aan Stephanie. Want die heeft ook een baby en die moet vroeg op. Dus die kan best een keer opnemen. Ja, ja, is goed. Zal ik doen. Oké, dankjewel Nadine. Fijne dag, hè. Doei. Doei. Succes nog. Ja, Anne, jij had vorig jaar die telefoon in handen. Ja, en heel veel mensen denken dat wij dit allemaal voorproduceren... en dat we allemaal weten bij wie die telefoon terechtkomt. Maar dat is niet waar. Kun jij bevestigen dat het echt gewoon een telefoon is... die je zo hop in je handen gedrukt krijgt? Ja, ik kreeg die vraag ook van... je wordt er gewoon op je eigen mobiel gebeld. Dat is toch niet zo moeilijk? Maar Renate is... Ik kreeg hem van Renate Jansen. En die is daadwerkelijk bij mij thuis langs geweest... om een doosje te geven met daarin een telefoon. Oortjes erin, opladen erin. En een briefje met de uitleg. Dus hierbij kan ik dat bevestigen. Ja, dat was ook zo. Renate, ze ging gewoon een blokje omrijden. Ja, ik was thuis inderdaad in de Oldenzaal. Dus ze moest even een kwartiertje omrijden. Oh, het viel dus mee. Het valt op zich nog mee, maar ze is daadwerkelijk langsgekomen. Ja. Ja, had je er wel nog even een kopje koffie aangeboden? Of moest altijd. Ja, nee, altijd. Renate is altijd welkom. Oldenzaalse gastvrijheid. Ja, altijd. Hè? PSV tegen Twente eindigde in 2-1. Was dat de verdienste van PSV of Twente gewoon misschien niet zo heel goed? Ja, ik vond PSV eigenlijk een beetje tegenvallen. Ja, ze hebben gewonnen. Maar overal vond ik het eigenlijk een niet heel goed spelbeeld. Ja, ze waren veel aan het verdedigen. Het begon natuurlijk met 2 penalties aan beide kanten. Terechte penalties overigens, dus 1-1.
En ik denk dat Twente eigenlijk best wel wat creëert. Zeker in de tweede helft creëerde Twente nog best wel wat kansen. En ook daar mis je denk ik op dat moment iemand die ze afmaakt. Waaronder ook Renate Jansen, denk ik, die heel erg mist bij Twente. Ja. Maar ik vond het eigenlijk een beetje, ja, vanuit PSV een beetje laf soms. En ik denk soms van, ja, er zit niet echt een idee achter. En ze hebben best wel wat goede speelsters. Zeker ook met nieuwe speelsters weer aangetrokken. Naar DC van Lunteren. Er staat best een goed team. En je hebt, weet je, maar Sarri moest echt aan de bak. En die heeft een goede wedstrijd gekiept. Maar ik vond het eigenlijk een beetje tegenvallen. Ik weet niet hoe dat bij de rest hier... Ja, ik vond het ook. Twente ging ook nu weer de wedstrijd in met ja, we missen er een paar. En we komen al uit een hele drukke periode. Dus het is nu een beetje een fase van overleven. Nou ja, ik denk als je dat als tegenstander weet van tevoren, dan vreet je ze toch op, zou je zeggen. Ja. Maar ja, dat lukte van geen kant. En ja, dan krijg je krijgt een penalty. Daarmee word je eigenlijk in de wedstrijd geholpen. Ja. Ja, toch werkte dat uiteindelijk niet zo. En dan vind ik het... Kijk, als je tegen Twente moet en die missen 2/3 van hun voorhoede... Alleen dat is al genoeg om te zeggen van... Oké, vandaag moeten we ze een keer kunnen pakken. Ja. En als je dan echt met je hakken over de sloot... met heel veel pijn en moeite 3 punten overhoudt... Ja, dan ben je blij, maar niet trots of zo. Ik kan me niks bij voorstellen. Ja, want Rick de Roy, die dekte zich, de trainer van PSV, die dekte zich voorafgaand aan de wedstrijd ook al een beetje in. Zo van, ja, we zitten eigenlijk nog in de voorbereidingsfase. Toen dacht ik, oh, gaan ze nu alle twee een beetje voorafgaand aan de topper zeggen? Hoe als we verliezen dan? Het is wel een beetje zo natuurlijk. Hè? Als je laat speelsters krijgt of je hebt speelsters die in de zomer actief zijn geweest op de Spelen. Of dan moet je je voorbereiding wel doortrekken tot in het seizoen. Daar hebben ze beide wel last van. Ja. Dus dat is geen onlogisch verhaal. Dat hoor je wel meer profteams zeggen. Maar dus ik vind het toch altijd ook ergens een beetje een zwakte bot. Ik denk, ja, ik snap het. Wij weten het. Nou, we zien ze proberen het ook. Het wel. Het is wel een oprechte uitleg. En als je van tevoren al zegt van, ja, kijk, dit is de situatie. Ja. En we gaan het gewoon, we hebben nou eenmaal afgesproken dat we hier moeten zijn. Dus we gaan er het beste van proberen te maken. Ja, als tegenstander zijnde. En die zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Dan krijg je zo'n wedstrijd als gisteren. Het was een beetje vlees nog vis. Ja. Het was niet goed, van allebei de kanten niet. Nee. Nee, stellen alle twee nog een klein beetje teleur. Maar Twente doet dat altijd een beetje in het begin van het seizoen. Dus. Ja, maar met andere trainer had het ook anders gekund natuurlijk. Maar die hebben de Champions League als excuus. En dat vind ik wel een legitiem excuus. Ja, vind ik ook wel. Anne, jullie staan nog onderaan met 1 punt. Maar wel een punt gepakt 2 weken geleden tegen PSV. Ja, ja. Ja, dat was een goede wedstrijd van onze kant. Ja, absoluut. Tankt dat dan vertrouwen voor de rest van het seizoen? Oh, absoluut. Ja, we hadden als doel wel ook vorig jaar om een keer punten af te snoepen van de top 3 clubs. En toen was het elke keer net niet gelukt. Nou ja, soms ook wel helemaal niet gelukt. Maar bijvoorbeeld Ajax uit hadden we 1-0 maar verloren. Dus dat het nu een keer wel is gelukt, tankt enorm veel vertrouwen. En ik denk dat we ons doel moeten bijstellen naar de eerste 3 punten tegen een topclub. Ja, en wie weet lukt dat aankomend weekend wel. Dat zou heel mooi zijn. Tegen Twente. Ik hoop het, daar gaan we wel voor. Nou, we horen net dat ze niet zo in goede doen zijn, dus doe er je voordeel mee. Dat proberen we, dat proberen we. We doen ons best. En voor jou wel een extra speciale wedstrijd, denk Zeker ik. Zeker speciaal Twente. Natuurlijk. Ja, het is altijd thuiskomen voelt het. Het is gewoon voor mij een thuiswedstrijd. Ik woon er niet zo ver vandaan, veel familie komt kijken. Nu mag er weer familie komen kijken, vorig jaar kon dat natuurlijk niet. Dus voor mij zeker een speciale wedstrijd inderdaad. Ja, leuk. En je hebt het over publiek inderdaad. Ook tegen PSV was er dan weer publiek aanwezig. In hoeverre merk je dat verschil? Oh, enorm, enorm. En vooral omdat het nu een spannende wedstrijd was. Merkte je gewoon, we stonden dan, kregen we de 3-2 achter in de 85e minuut. En dan hoor je wel dat die spanning een beetje, die voel je dan ook wel. Maar nu hoor je het ook. En toen gingen we nog wel aanvallen. En toen... toen eenmaal die 91ste minuut een cornerbal en dan gaat hij erin. Ja, en dan hoor je dat hele stadion wat redelijk vol zat op dat moment. Er kwam wel aardig wat lawaai vandaan. Dus dat was wel weer leuk na zo'n lange tijd zonder publiek. Echt fijn, hè? Ja, nee, echt. En dan komend weekend is het dan jouw familie, juichen ze dan voor Twente of Excelsior? Oh, die juichen voor mij. Ja. Absoluut, die juichen voor mij. En ze moeten ook niet wagen om anders te juichen, Nee, die juichen voor mij. Ja. Leuk. Ja. Fijn dat de mensen weer kunnen komen kijken. Absoluut, in ieder geval. Absoluut.
Dan gaan we door met onze nieuwste rubriek, de IRG Leukste Club Award. Dit hele seizoen gaan we op zoek naar de leukste amateurclub van Nederland om als meisje of dame bij te voetballen. Vandaag voegt 103-voudig international Anouk Hoogendijk een club toe. Hoi, mijn naam is Anouk Hoogendijk en ik vind Seestum de leukste amateurclub van Nederland. Nou, waarom is Seestum de leukste amateurclub? Het is er altijd gezellig. Iedereen is super betrokken met elkaar. Komt bij elkaar kijken bij de wedstrijden. Het is altijd gezellig in de kantine. De bittergarnituur is echt de allerbeste van heel Nederland. Die moet je een keer proberen. En de clubactiviteiten zijn heel gezellig. Zo heb ik ook meegedaan met karaoke. En weet ik het wat allemaal. En mijn zoontje op de achtergrond vindt dit dus ook. Dus allemaal op Seestum stemmen. Nou, je weet ook wel waar haar zoontje gaat voetballen later. Ja, superleuk filmpje. Dankjewel, Anouk. Je hoeft trouwens geen bekende Nederlander te zijn om een club toe te voegen aan de nominatielijst. Vind jij nou jouw club de allerleukste amateurclub in Nederland die er is? Stuur ons dan een filmpje van maximaal 1 minuut naar talkshow@knvb.nl. En wie weet word je wel toegevoegd aan de nominatielijst. En ik vind het een geduchte tegenstander van jouw sportclub Lochem, Frank. Oké. Blijkbaar niet. Nee, ja, goed. Ja, we konden haar ook iets minder goed verstaan, hè, door het zoontje. Dus wie weet, als we nog een keer terugluisteren, heeft ze hele goede argumenten. Ze heeft vast hele goede argumenten, maar het kan echt niet zo leuk zijn als kan niet beter. Ze heeft tenminste vast een hele mooie club. Ik ga je gewoon iedere week even bellen en dan elke week weer leggen. Want ja, jij wil echt als sportclub Lochem winnen natuurlijk. Zoveel tegenstand. Neem die maar gewoon af, dan hoef je me niet te bellen. Ja, Anne, jij bent begonnen bij SVV de S. Of de S, hoe moet ik het uitspreken? ZVV de S. ZVV de S, ja, zei ik helemaal fout, hè? Ja, een beetje. Ja, sorry, ZVV de S, excuus voor iedereen. Stuur een filmpje in als je vindt dat de mooiste club is, toevallig. Zeg het dan goed in plaats van wat ik nu doe. Ja. Maar zou je dat als de mooiste amateurclub van Nederland betitelen? Nou, zeker een mooie club. Alleen niet zo heel groot als de clubs die net zijn genoemd. Dat niet, maar voor mij heeft het natuurlijk een speciale club. Maar ik weet niet of dat het de mooiste club van Nederland zou moeten zijn, nee. Nee, en je ging uiteindelijk op jonge leeftijd al naar FC Twente. Klopt, ja. Had je toen het gevoel van, nou ja, ik weet zeker dat ik profvoetbalster wil worden? Niet vanaf het begin. Toen was het alleen maar leuk. En vooral voor de leuk ging ik voetballen. Pas toen het serieuzer werd en ik van school moest gaan wisselen. Toen dacht ik, oké, er zit wel echt een doel achter. En daar ga ik voor. En uiteindelijk zit ik nu hier. Dus is het uiteindelijk wel gelukt. Het is wel gelukt. Want wat voor school moest je dan naartoe? Ik zat in het eerste jaar nog op school in Oldenzaal. En daarna moest ik naar een loodschool. En daar werd mijn rooster afgestemd op de trainingen. Dus toen moest ik naar Enschede naar school. En toen werden we met busjes opgehaald. Serieus? Busjes naar de training gebracht. Busjes weer naar huis. Toen werd het wel iets serieuzer, ja. Vorig seizoen werd bekend dat Pure Energie de Eredivisie Vrouwen ging sponsoren. En toen werd er een videootje opgenomen met verschillende... Je begint al te lachen. Met verschillende speelsters uit de Eredivisie. Om te laten zien van, jongens, deze sponsor zit er nu bij. Je weet toch, toen je jong was. Toen je net begon. Met dromen? Nee joh, dromers zijn slapers. Met in jezelf geloven. Vol trots, met pure energie. Het mooie is, wat jij vandaag doet, maakt de wereld van morgen een beetje beter. Want als ik harder ga, dan moet ik ook. Je gaat door weer en wind. Het lijkt niet te doen. Ja. Daar zat je dus in. Ja. Voor degene die het videootje niet hebben kunnen kijken, maar dit luisteren als een podcast. Jij rent een soort power heel op. Dat is een hele steile heuvel. Ik zie jou rennen en je komt bovenaan en je roept niet te doen. Was het ook niet te doen of was het gewoon een one-taker? Dit was zeker geen one-taker. Nee. Ik was oprecht uitgeput bovenaan. Ja, ik heb dit zo vaak moeten doen. Tot spierpijn aan toe in mijn voeten. Nee. Ik heb het overal gevoeld die dag daarna. Waarom moest het zo vaak? Ja, blijkbaar ben ik geen goede actrice. Ik denk dat GTS me niet belt. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar dan moest je die volgende dag weer trainen? Of hoe ging ik dat dan? Ik had diezelfde middag, deden we een 11-11, onderling zelfs. Dus toen heb ik mijn trainer wel gezegd, ik heb mijn training eigenlijk al gehad met die opnames. Maar ik moest toch die 11-11 spelen. Ja. Jeetje, maar je zat er wel in. Ja, was wel tof. Ja? Was echt heel tof om te doen, ja.
Ja, want hoe voelde dat? Want dit videootje straalt ook een beetje uit van... Nou ja, de vrouwen hebben ook veel hobbels moeten nemen om hier te komen. Ja. Maar ze zijn er, een beetje wat je net ook zei. Hoe voelde dat voor jou om dan onderdeel te zijn van dat bewuste spotje? Het is een soort van erkenning voor wat je al die jaren hebt moeten doen... zonder dat het erkend werd. Dus het was oké. Nu wordt een keer de spotlight op jou gericht. En ja, dat was wel heel tof om te doen. Ja. Ja. Maar ik vind dat je het goed gedaan hebt, hoor. Maar goed, ja, je was echt uitgeput. Dus. Ik was oprecht. Ik heb die power heel, denk ik, een stuk of 40, 50 keer op moeten rennen. En dat is geen grap. Dat is echt geen grap. Ja, en dan niet te doen. Nee, dan zei ik die tekst weer verkeerd. En dan moest ik weer opnieuw. En dan, ja. Hoe kon je de tekst verkeerd zeggen? Ja, dagen drie ik mocht... Nee, ja, dat klopt. Te doen. Ja, maar ik zeg elke keer dit erachter. Niet te doen, dit. Ah, oké. Okay. Ja, nou, dit was laten. Ook niet te doen, dat. Nee, dat was inderdaad niet te doen. Maar goed, ja... Dus, dit is beter te doen hier, toch? Beter te doen. Ja, we hebben je ook niet laten rennen, dat scheelt. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee. Buiten staat de Power Hill. Nee, of je nog even een sportje wil opnemen? Nee, nee, bedankt. Die sla ik over vandaag. Ik moet nog trainen vandaag. Oké, doen we niet, doen we niet. Maar wel heel tof dat je in dat sportje zat. En je geeft ook aan van, nou, dat is echt een beetje erkenning. Lucien, jij komt van een andere generatie. Hoe heb jij dat land... Nee, maar hoe heb jij dat land... Een andere generatie als in... Het was niet op deze manier op televisie. De pure energie, de vieze vrouw. Er was geen sponsor. De meeste hadden ineens een profcontract. Bedoel brengt dat het meer? Goed nu, ja. Nee, ja, bedoel, je bent er nog niet uit. Maar ik bedoel meer, je hebt ook alles gezien, hè? ADO, Ajax, West Ham. Ja, nee, zeker. Verschillende prijzen, geld dat er aanhangt, überhaupt salarissen, et cetera. Het lijkt me voor jou ook fijn om te zien dat het op die manier veranderd absoluut. Is. Absoluut. Nee, dat zie je aan alle kanten. Ik had er net ook daarvoor ook kort over. Weet je, je ziet gewoon dat er meer aandacht komt. En dit soort dingen zijn heel belangrijk. En ook gewoon voor jonge meiden. En dat je nu jonge meiden ziet met een Martin shirtje of iets van het Nederlands elftal of wat dan ook. Of van de plaatselijke club. Maakt niet uit. Maar dat de jonge meiden op fietsen gaan met een voetbaltenue. Ja, toen ik naar de plaatselijke voetbalclub, dan ja, weet je, ik heb uiteindelijk mijn haar kort geknipt. Echt omdat ik alleen maar juist vooral kreeg van een meisje. En dat wilde ik gewoon niet meer. Weet je. Ik wilde gewoon dat niet elke keer horen. Dus dan, en dan was het weg, want ze dacht dat ik een jongen was. En prima, voor mij was dat het ideale. Want dan had ik niet meer het gedoe met ja, waarom ben je een meisje? En dat, weet je, we hebben het met z'n allen bereikt. We hebben dat je iedereen kan doen en laten wat ze wil. Je kan voetballen. Het maakt niet uit welk team waar je voetbalt, tussen de jongens, tussen de meiden. Alle mogelijkheden zijn er. Ja. Ja, ik kan mijn haar eigenlijk ook wel laten groeien, bedenk me nu. Dat is echt... Nee. Iedereen nee, kan maar het is, nu. Het is wel echt waar, want ja, bedoel, jij traint ook de sportclub Lochem meiden onder 13, als ik het goed onthoud. Iets ouder weer. Toen ik ging voetballen, was ik 9. Toen zei mijn trainer gewoon van, ja, je kunt eigenlijk nooit doorgroeien. Dat is 25 jaar geleden. Wat geef jij jouw meiden allemaal mee? Van, joh, het kan wel nu. Nou ja, sowieso, voor ons binnen de club, 10 jaar geleden voetbalden er nog maar een paar meisjes. En die moesten dan nou sowieso tussen de jongens in de eetjes, heette dat toen nog. Mm-hmm. Dus, en die speelden dan altijd in het laagste team. Want ja, dan stoppen we dan de meisjes maar bij. Want ze wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En nu hebben we een hele juniorenlijn. En dit jaar ook een vrouwen 1. Dus dat laatste geeft al toekomst. Ja. Want je kan dus door. Als je 18 bent, kun je gewoon doorvoetballen. Ook voor je lol. En als ze het voor elkaar krijgen om er een prestatieteam van te maken... dan kun je ook presteren. En dan hebben we allebei de lijnen voor elkaar. Nou ja, dat zou bij ons geweldig zijn. Maar je kunt gewoon naar de senioren. Dat is nu aangetoond bij ons. Nou, en dat geldt eigenlijk voor al die amateurclubs. Die moeten dat allemaal op die manier proberen voor elkaar te boksen. Ik denk, wij zijn bij ons in de regio redelijk uniek... met dat we de hele juniorenlijn bezet hebben. En dus ook een vrouwenteam hebben. Ja. Als je dat voor elkaar gaat krijgen, dan is er inderdaad gewoon op alle niveaus toekomst. En dan groeit dat ook weer richting de eredivisie. Want dan is er gewoon meer keus. Ja. En dan kun je ook beter gaan scouten, op een andere manier gaan scouten. Ja. In plaats van met die regio-teams werkt op zich wel. Maar bij ons in de buurt werkt het in ieder geval wel. Ja. Dan kun je langzaam groeien. Maar het is een geduldoefening. Ja. Anne, jij bent dus begonnen bij FC Twente. Onlangs vorig jaar de overstap gemaakt naar Excelsior. Wat kun je vertellen over die overstap? Ja, na 10 jaar FC Twente was ik op zoek naar iets nieuws. 3 jaar in het eerste daar gespeeld. Niet heel veel speelminuten gemaakt daar. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ik wil spelen. En ik ga verder kijken. En toen heb ik gekeken naar waar is... perspectief het groot, waar ga ik spelen, waar voelt het goed. En zo ben ik bij Excelsior terechtgekomen. En zeker geen spijt van.
Ja, want nu speel je wel inderdaad. Ja, en wie weet waar dat weer toe leidt. Maar dat is denk ik ook per jaar gewoon lekker bekijken, toch? Ja, dat is echt per jaar bekijken. En je kunt ook niet te ver vooruit plannen. Dat gaat gewoon niet in het vrouwenvoetbal op dit moment. Hopelijk is dat over een paar jaar anders. Maar dit jaar bekijken we het per jaar. Dus we zien wel weer volgend jaar waar ik dan weer zit. Ja. En je studeert ook nog daarnaast? Ook nog. Ik ben nu in het afstudeerjaar. Dus vierde jaar van mijn studie sportmarketing in Deventer. Dus is ook niet om de hoek. Maar goed, door de corona eigenlijk op afstand heel veel kunnen doen. Dus ik hopelijk heb ik dat ook afgesloten na dit jaar. Ja. Ja, en als je een beetje goed doorstudeert, Lucien kan erover meepraten, dan kun je daarna ook weer verder met een maatschappelijke carrière. Absoluut. Dat is toch ook wel prettig, denk ik. Zeker, een goede basis toch? Dan heb je en dan kan je ook zien wat je wil daarna. Ja. Nee, precies. En dat moet ook wel in het vrouwenvoetbal. Je moet er nog wat naast hebben. Dus een goede studie is nooit verkeerd. Kijk, dat geven we ook alle jonge meiden die luisteren mee. Ja. Doe je best op school, maar ook op het veld. Toch? Precies. Ja, toch? Mooi. Heel goed. Deze aflevering zit er dan dus ook alweer bijna op. Graag wil ik je vragen om je te abonneren op deze talkshow via YouTube of je favoriete podcast-app. Je kunt op allerlei manieren een reactie voor ons achterlaten. Bijvoorbeeld op ons Instagram-kanaal. @pureenergie_eredivisievrouwen. En onder deze aflevering op YouTube. Maar ook als recensie in Apple Podcast. En dat doe je niet alleen voor ons, maar ook een beetje voor jezelf. Want proberen iedere week iets leuks weg te geven. Vorige week was hier Merel van Dongen, 2 weken geleden alweer. En die heeft dit shirt achtergelaten voor ons. Het shirt dat zij gedragen heeft tegen Tsjechië. Het staat er ook op. Het is echt een heel mooi shirt. Je kon het winnen door een reactie achter te laten op ons Instagram-account. We hadden zoveel reacties dat we gewoon hebben geloot. Het shirt gaat naar xdaf22. Ik ben erachter gekomen dat zij gewoon Daphne heet. Dus Daphne, van harte gefeliciteerd. Dit shirt van Merel van Dongen komt zo snel mogelijk naar je toe. Volgende week geven we weer een shirtje weg. En dat is dit PSV-shirtje van vorig seizoen. Gesigneerd door Esmee Brugts. Nou, hoe kun je dit nou winnen? Laat gewoon weer een heel leuk comment achter op ons Instagram-account. En dan, wie weet win je hem wel. Het zou mooi zijn. Dus we hopen dat we iedere week weer iets leuks kunnen weggeven. Tijd voor de afsluitende minuut. In deze minuut gaan we gezamenlijk beslissen welke speelster deze eredivisieronde het meeste in vorm was. Begin ik bij Frank. Ja, ik denk misschien is nu een speelster te kiezen die niet zo heel vaak voorbij komt. Want eentje van VV Alkmaar maakte een hele mooie goal. Charlotte Hulst. Ik weet niet of ze verder alles goed gedaan heeft in die wedstrijd. Maar die goal was zo mooi dat ze wel een nominatie vindt. We noteren Hulst. Ja, ik vond Sari goed kiepen. Ja, zo ga ik er voor Sari. Zij van Veenendaal. Anne, wie zou je nomineren? Ik denk Kelly van Doren. Ja, vond ik goed spelen tegen een oude club. Helaas geen 3 punten, maar wel goed. Wel een nominatie van jou. Ja. Deze schrijven we allemaal op en aan het einde van dit seizoen bepalen we samen met onze volgers wie de opvolger wordt van Renate Jansen als beste speelster. Volgende week dan zijn we er weer. Onder andere Samantha van Diemen, die overstapte van Ajax naar Feyenoord, is dan bij ons te gast. Heb je vragen of leuke dilemma's voor haar? Laat ons vooral weten. Dankjewel dat je erbij was. En tot volgende week.